Wordt beschoten. Hij is achter me. Kinderen zijn gek op gamen. Veel ouders snappen niet waarom. Zit hij daar met zijn koptelefoon in zijn eentje? Ik vind het veel dat je per dag mee bezig bent, terwijl je ook andere leuke dingen kan doen. Maar wat als we ze samen laten spelen? Zou gamen ze dan dichter bij elkaar kunnen brengen? Vodafone presents Family League. Twee families hebben één week de tijd om zich voor te bereiden op een Fortnite-finale. Onder leiding van gaming-expert Koen Schobbers. Gamen zorgt wel eens voor spanningen binnen gezinnen. En dat komt meestal omdat je elkaar gewoon niet goed begrijpt. Ik vind dat er wel heel veel tijd in gaat zitten. Hij zou naar buiten moeten, met zijn vrienden afspreken. Ik denk dat wij er ook zijn om hem daar een beetje te beschermen, om dat niet te lang te doen. Maar ik weet er gewoon niet veel vanaf. Het is natuurlijk ook een hele nieuwe wereld die de meeste ouders helemaal niet kennen. Ja, maar er zijn er nog maar 10. Kun je omgaan met een controller? Heb je vaker met controllers gespeeld? En flipperkasten. Daarom nodigen we ouders uit om eens helemaal in die wereld te duiken. Samen met hun kinderen. Oké, ik kom nu naar je toe. Oké. Ja, goed zo. Je kan dan binnen. Pakken en bouwen. Ik heb wel zo'n Huawei al, heb ik. Nou, succes. Ik denk dat het ons wel gaat lukken. Dit is de eerste trainingsdag. Dus als ik hem daarvoor doe, ga je zo omhoog. De eerste dagen heb ik alleen maar zo gerend. Ik moet nog naar mijn werk. Ja. Maar we gaan eerst even Fortnite. Kun je aan je vrienden vragen, of twee van je vrienden vanavond, tegen jou en je vader willen oefenen? Oh! Ja! Hallo! Ja. Dat is Elle. En doe je dan vierkantje. Ik vind het altijd heel irritant als het geluid aanstaat. Maar als je speelt zonder geluid, is het nog irritant. Ik heb een man met een nieuwe hobby. Ik ben echt onwijs benieuwd hoe ver ze zijn gekomen deze week. Het is de finale! Het is heel erg moeilijk, maar het is ook leuker dan ik dacht. Het team met de meeste kills na 5 minuten wint de ronde. Abiti met de eerste kill! Ja, ik heb heel veel geleerd. Ja, we hebben het! Wat ik vooral geleerd heb, is dat kinderen die goed kunnen Fortnite'en, dat dat echt genieën zijn. Oog-handcoördinatie, heel snel kunnen schakelen. Maar je moet ook na kunnen denken, waar moet je zijn? Pas als je elkaar beter begrijpt, kun je goede afspraken maken. En dat geldt eigenlijk voor alles, maar zeker ook voor gamen. Als we nu weer op zo'n punt komen dat het eten klaar is en je zegt ik zit in de top 10, nou, dan heb ik wel meer respect. Het is gewoon veel socialer dan ik dacht. De Vodafone Family League gewonnen door Team Joosten. Waar je ook voor gaat, samen kom je verder. The future is exciting. Ready? Vodafone.